It's all I wanna do. En welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal Chess. En vandaag spelen we een potje Team Deathmatch natuurlijk op de map Hijack. We spelen Call of Duty Black Ops 2 zoals altijd. En ik ga spelen met de M27 Assault Rifle natuurlijk. Maar zoals ik al zei natuurlijk, deze hele week zijn gewoon elke dag om 3 uur en om 6 uur video's online te vinden op mijn kanaal. Dus vergeet jullie niet om 6 uur vanavond de video ook nog te checken. En die natuurlijk ook niet te liken. Maar als eerst gaan we natuurlijk deze video even liken, dat helpt natuurlijk enorm. We gaan kijken of we best wel relaxed score neer kunnen gaan zetten. Vorige keer toen we met de M27 speelden, hadden we een hele lekkere score. We gaan kijken of we dat vandaag ook weer kunnen gaan halen. Wie weet. Ik word gestunt. Nee, kak! Ja, ik was gestunt, dus ik kon er niks aan doen. Fuck, ik ging wel lekker, maar op het begin we hadden 3 kills binnen. 3 achter elkaar gelijk, dus dat was best wel redelijk goed. En ik zit echt in een noob lobby, jongens. Ik weet dat er iemand altijd zegt dat ik tegen noobs speel. Dat is niet altijd het geval, maar nu wel. Nu heb je gelijk, jongen. Nu heb je een keer gelijk. Maar die noobs... Oh, kut. Die noobs kunnen soms ook nog wel wat doen. Ze zijn niet allemaal een noob. Anders word ik niet gekilled. Misschien ook mijn eigen fout. Nu word ik geflashed. Ik ga nog die granaat terug, kak. Wordt geheadshot, oké. Spelen ook echt met stuns, dat is ook echt irritant, jongen. Dan zie je op een gegeven moment gewoon niks meer. Weer stun. Dan heb je echt gewoon een 16 van niet eens 1. Oh. In mijn rug, teammate, man! What the fuck? Mijn teammate pakte nog niet eens. Omdat hij dat... Ah, dan ben je wel slecht, man. Sorry. Als je deze video kijkt, spijt me, ja? Je bent gewoon slecht! Oké, let op. Ik ga het niet challengen, want hij heeft een sniper. Kut, hoe heet dat? Een handwapentje nou die hij gebruikt. Kuttak, dat was hem. Ding is het overpowers de handgun die je kan gebruiken in deze game. Maar als jullie deze video zien, nou niet als jullie deze video zien, als ik deze video opneem. Morgen. Ja, morgen ga ik naar First Look. Dus daar gaan we even een awesome vlogje van maken. Counter UAV'tje even inkallen. Dan gaan we door voor onze orbital, die hebben we bijna. Oh, lek. Oeh. Waarschijnlijk is iemand aan het lag switchen. En nu heeft hij UAV. Maar ik had gelukkig een counter. Ik weet niet of hij er nog in zit. Voor mij zit hij er nog in, want ze weten niet waar ik loop. Ik heb een 4-set. Dat is natuurlijk wel wat beter als een UAV'tje. Zo. Oh! Ik was echt erg daar. Als ik dat had gehipfired. Ik had het gewoon niet moeten hipfiren. En hij, ik knijfde ook nog een paar keer mis ook, dus dat is ook fout van mij. Ah, waarom jongens, waarom? Ach joh, het maakt me niet zo heel veel uit. Let's go. Het maakt me niet zo veel uit dat ik daar gekild ben. Want mijn score is toch lekker. Ik pak hier nog eventjes een paar kills op. Ja, kom maar. Mijn teammate kills duwt me en ik moet reloaden. En toch kill ik je nog. Zo, genoeg gezongen voor vandaag. Laten we even deze sniper oppakken. Oh, in mijn rug. Hey! Sniping final kill cam, jongens. 26-600 ijskoren natuurlijk. Dus, vanavond om 6 uur is er nog een video online. Maar eerst even deze final kill cam kijken. Ik heb echt gewoon geen concentratie dit potje. Let op. Hey. Oh, echt gewoon in zijn schouder. Echt lekker in zijn schouder. Dus jongens, mocht je nog even deze video, laat even je blauw duimpje omhoog achter. Natuurlijk helpt me natuurlijk enorm. En hoop jullie het gezien bij de video van vanavond. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later.